wat ik me nooit had gerealiseerd, is de impact van de afstanden die patiënten moeten lopen door het ziekenhuis van locatie naar locatie. En wat dat doet met een hele zieke patiënt. Het levensgeluk van de patiënt is eigenlijk tot nul gereduceerd, omdat ze met zo'n heftige boodschap geconfronteerd zijn. En wat ik wil proberen is om dat levensgeluk iets te verbeteren door alle hindernissen op hun pad uit de weg te ruimen. Lean is continu verbeteren, elke dag, door iedereen, in elk proces, voor de patiënt. En dat betekent dus ook dat het bij ieders vakmanschap hoort om het eigen werk niet alleen uit te voeren, maar ook te verbeteren. Als je kennis maakt met het Lean-fenomeen, dan betrap je jezelf op een gegeven moment op dat je continu overal waste om je heen ziet. Je ziet allemaal processen waarbij je afvraagt waarom is dit zo nodeloos ingewikkeld. Deze patiëntencategorie, patiënten met oesofaguscarcinoom, hebben we gekozen voor dit project omdat dat een hele afgebakende groep is. En die patiënten die moeten enorm veel hulpverleners zien in een korte tijd, chemo, radiotherapie en opereren. Dus je kunt je voorstellen dat in dat proces gewoon heel veel dingen beter kunnen. We zijn de waardestroomanalyse begonnen met een wandeling vanuit het oogpunt van de patiënt langs alle afdelingen die patiënt aandoet in het traject. En tijdens die wandeling hadden alle betrokkenen een actieve rol. De een was gids die vertelde hoe het proces liep. Maar de andere die noteerde bijvoorbeeld de processtappen en de verspillingen in die processtappen. En het feit dat iedereen zo'n actieve rol had, dat was heel belangrijk voor het eigenaarschap. Daardoor werd het echt het proces en de knelpunten van de mensen zelf. Je gaat in de schoenen van de patiënt staan en legt dan het hele traject af. Nou, dat is een buitengewoon nuttige exercitie geweest waarin zoveel informatie naar voren gekomen is. Dat we ons eigenlijk afvroegen hoe kan het zijn dat het überhaupt goed gaat. Omdat het de patiënt centraal stelt, omdat het aandacht heeft zeg maar, voor het proces en heel goed weergeeft hoe je multidisciplinair met elkaar gewoon echt iets kan bereiken. Dat is ook een verbetering, inschrijven bij één balie. Vroeger moesten patiënten bij elke balie opnieuw inschrijven. Als je nadenkt over de financiële besparingen die dit traject heeft opgeleverd, dan moet je dat in de totale context zien van het hele zorgpad wat we eigenlijk in kaart hebben gebracht. Dat leverde honderden verbeterinitiatieven eigenlijk op, maar we moesten kiezen. Dus uiteindelijk hebben we ingezoomd op een tiental verbeteringen. En die tiental verbeteringen hebben per patiënt zo'n 5.000 tot 10.000 euro aan besparingen opgeleverd. Dus kun je nagaan wanneer we verder gaan met alle andere verbeterinitiatieven die we nu al hebben gedefinieerd, dan realiseren we echt een veelvoud. Wat ik merk is dat de wachttijden van patiënten korter zijn geworden. En nu sluit het traject zo eigenlijk naadloos op elkaar aan dat patiënten niet nog een week hoeven te wachten voordat ze met de behandeling gaan starten. Dat een aantal dingen waren jarenlang door in het oog, dat is gewoon opgelost. Dat is gewoon geen punt meer. Hoe heerlijk is dat? Dat je dus echt ziet dat dit effect heeft.